Nou, Nee? wil je dat die grote schedelplek uit bekijken even? Ja. 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 Ik heb nog wel night vision. Dat is toch mooi? Ja, prima. Heb jij nog een boot? Ik kan zo weer een nieuwe kopen. Want dan had oh, daar. Boot. Oh, wacht, omdat je mijn bootje had. Mm-hmm. Ja, ik. Ik ben ergens een Ghastly Soul kwijtgeraakt. Ik moet echt mijn armor afdoen. Anders is het echt kapot. Oh, en die Life Shards moeten we even gebruiken. Ja. Heb jij er, hoeveel had jij er? Ik heb er geloof ik 1. Nee, 2 heb ik er. Ik had er ook 1. Hoeveel health heb je? Gewoon standaard. Ik heb er 13, dus pak jij die 2 maar. Omdat jij een paar keer dood bent gegaan, verlies je die hartjes weer. Yep. Mijn god, dat ziet er cool uit. Zie ik je bij het skelettenhoofd? Ja. Yeah. Ik doe even een surveillance rondje. Even kijken wat dat maar inhoudt. De nacht valt, dus we moeten wel snel naar binnen. Het is donker. Oh, het is al nacht waarschijnlijk. Ja. Yep. Maar we merken er niks van, want night vision. Oh, daar gaat mijn night vision. Oké, okay, ik kom aan. Daar gaat mijn night vision ook. Ik heb 2 bedjes mee, dus. Wat heb je mee? Oh, 2 bedden. Nee, we gaan hier naar binnen. We hebben geen licht nodig. Ik verlies wel mijn ability te vliegen, dus dan moet ik echt gaan wedden. Ja. Ah, dat armor, daar ga ik echt van niets hoor. Dat ligt echt aan de armor. Niet aan het feit dat ik zwaar verkouden ben. Nee, armor. Ah, kun je erop? Ja, ik heb cobblestone. Of pebbles. Zo. Oh. There's some pirate loot. Oeh. Een lege chest. Nog een lege chest. Een gold doubloon. Er zit hier een boekje in met captain's log. Een wat? 1 gold doubloon. 1 gold nugget. 1 nugget. Captain's log. Yo piraat, denk je echt dat we deze verstopplek niet zouden vinden? Zo dom. Wel, iemand heeft hem geplunderd. Daar komt het op neer. Dammit. Oh my god. Iemand was sneller dan ons. Is er meer? Is er nog een geheime ingang, vraag je je dan af? Oh, er is 1. Er is een lever. Wat? Hier, deze. Er zit 1 gold nugget in en een lever. Er is dus ergens nog iets. Oh, dus... hij had hier wat gold in. Het was 1 piraat, die heeft hier wat gold in gedaan. Ja. En toen is dat beroofd. Uh-huh. Maar dit was eigenlijk niet de echte verstopplek. Precies, het is neploot. Hier, er is hier wat. Ja? Er is hier boven wat. Oh, daar, hier kan je omhoog met de lianen. Oh, ik ben bij de ogen nu. Oh ja, hier is iets. Nou, we komen bij de ogen uit, dat is cool. Maar er is hier... Oh! Er moet hier wat zijn. Yep. Ah! Ik zie je zo. Oh, je kan hier jumpen. Dan kan je bij de ogen komen. Echt, ja. Erbij. Waar? Ben je via rechts gegaan of via links? Ja, gewoon via daar kan je springen. Oh mijn god. Ik mis mijn vliegkrachten nu al. Ik moet dat echt gaan repareren. Maar het zal niet makkelijk verstopt zijn hoor. Het zou gewoon een steen zijn waarvan hij weet dat hij werkt. Zullen we de ogen uitmaken? Sure. Nee, misschien de rechter. Oh. Dus even kijken. Allebei. Nee, hier zit ook niks. Dan zou het waarschijnlijk binnen zitten of zo. Ja, ergens in de muur denk ik dat iets zit. Dat dan precies op dat blokje die lever moet neerzetten. Ja, denk ik ook. Wat zou daar een goede plek voor zijn?
onder water niet, toch? Nee. Misschien. Misschien was dit water er eerst niet en is erin gekomen, is erin geregend. Maar waar zou je dan moeten plaatsen? Kunnen we het niet bij zijn voorhoofd doen? Nee. Ga nu niet weg totdat ze het gevonden hebben. Nee, dat snap ik. Misschien zit het buiten. Ik doe toch even mijn vliegkracht weer aan. Zodat ik even eromheen kan vliegen. En als ik iets verdacht zie, dan meld Wacht. Ik het. Wat? Ja, oké, doe maar. In de tussentijd pak ik mijn axe. Of mijn trident. En ga ik alle lianen hier weghalen. Om alle chesten. Zodat ze misschien wat dingetjes in de muur kunnen zien. Oké. Nee, ik weet niet. Ja, nee, goed plan. Maar alles is hier begroeid, dus... Ziet er niet uit dat er buiten iets is. Ik denk dat je een stuk makkelijker kan zien als je gewoon alles weghaalt. Mm-hmm. En er was niks boven en jij kan toch vliegen, dus... Ik ga nu het hoofd op, kijken of misschien op het hoofd ergens iets zit. Nee. Het ziet ook niet uit dat het bij het skelet of buiten iets is. Bij de tanden misschien. Nee. Zit er een systeem in de tanden die mis of zo? Nee, het is gewoon echt random. Interesting. There is more loot. Anders zou er geen lever liggen, toch? Inderdaad. Dat is waar. We zouden ook gewoon kunnen hakken naar beneden. Ga je gang. Nope, dat is zand. Ik zie een vliegend boek. Wauw. Is dit een magisch vliegend boek? Zag je dat? Word ik gek? Wat? Ik zag een magisch vliegend boek. Wat de hel was dat nou weer? Heb je wat van die Ghastly Souls genomen of zo? Ik heb het wel geprobeerd in die mushroom. Maar dat was gefaald. Nou ja, hier zit ook niks. Oh, wacht, misschien... Oh, dude, hierachter zit een cobblestone blokje. Achter de chest met de lever. Zet er een lever tegen. Holy shit, oké. Okay. Dat was zo obvious. Oeh. Nee, dat is, dat is niet obvious. Zet er een lever op. Do it. Ah! Oh. Yes, there is more! Yes. Cool. There's gold in here. Oh, en skeleton warriors die heel veel pijn doen. Oh mijn god. You okay? Ja, ik ben aan het vechten. Oh nee, man, dit is echt heel veel. Ah. Oh. Oké, pak niks van de loot op. Oh, ze schieten. Oh. Ja. Ik ben dood. Holy shit. Waar de... Ik ben in het dorp, Holy shit, die gozers doen veel pijn. En dit is de eerste keer dat ik dood ben gegaan in een hele lange tijd weer. En oh, mijn armor. No. Ik heb ook alles ligt daar beneden. Hoe gaan we dit doen? Ik hoop niet dat het heel veel verspreid is. Die dingen deden echt fucking veel damage. Yep, een soort van hunger effect kregen we. En gewoon een heleboel damage daarnaast. Kijken. Kunnen we een slimmer plan bedenken? Slimmere aanpak of zo? Dan gewoon erin rennen en. Eerst maar even kijken of je armor terug kan krijgen. Oké, ik zal naar beneden gaan en naar boven en hopen dat ik dan mijn armor heb. Ik liep veel te ver naar binnen, denk ik. Oké. Ik had meer naar achter moeten blijven. Mhm. Ja, ik. Volgens mij. Nee. Volgens mij ligt de helft van mij echt. Helemaal verspreid over de achterkant van de kamer. Waar slaap jij helemaal dan? Ook in het. Snel naar boven, heb je alles? Ik heb wat. Ik heb jouw makerszwaard, dus dat is wel interessant. En ik heb een pickaxe, dus die kunnen we ook gebruiken. Awesome. Dus ik heb niks... Kunnen we? Ik heb niks voor jou. Hier, alsjeblieft. Een masker, yes. Yeah! Kijk, yes. Eindelijk ogen. Eindelijk ben je in logisch. Oké. Okay. Wauw. Hier, take the pickaxe, de shiny rod. Oké. Okay. En laten we gewoon boven de treasure of zoiets. Ik weet niet. Wat?
Oké, als we hier even gaan graven. Nou, het eerste wat ik eigenlijk wil doen is de rest van jouw spul terugkrijgen. Dus ja, als we hier een gat maken en dan gewoon niet naar beneden, alsjeblieft. En dan gewoon hier blokjes neerzetten, de ingang blokkeren. Met blokjes. Wacht, ergens. Dus daar. Dus gewoon... De skeleton staat daar, hè? Zo bedoel ik. Ah, hij heeft mij door of jou door? Hier, zandblokje. Ja, oh yes, super. Kijk. Dus. Als het goed is, is het veilig. Nou, ik probeer het. Werkt dat? Deels, maar we hebben nog niet alles. Een deel van jouw armor ligt hier nog. Nee, dat is helemaal oké. Het enige is dat we nu dus gewoon niet geraakt. Dat is mooi. Er zijn er drie. Eentje down. Kan je ze raken? Ja. Er is er nog één. Oké, vanaf hier kan je... Oh, fuck. Holy shit, dat is echt 7 hartjes of zo. In 1 slag. Ik sluit het even af, denk ik. Ik heb een verstandig plan. Ligt hier nog wat van jouw shit, maar ik kan... Kun je dit blokje heel snel weghalen? Oké. Tenminste weer wat van je shit pakken. Mag mijn pickaxe weer, want dit werkt niet. Hier. Neem wat van je shit. Ik hou het zwaard heel even, zodat ik ze kan vermoorden. Ik krijg je zo weer terug. Goed? Oké. Hier is je broek alvast. Die. Je viool. Je woeden ding. Een van je honderden zwaarden. Hebben we 2 shiny pickaxe? Had je ook een pickaxe? Ik heb een iron pickaxe. Ik heb 2 picky shiny rock pickaxe. Oh, we hebben er nog 1. Nou, dat is wel goed, want jij had altijd al een crappy pickaxe, dus nu hebben we eindelijk wat goed. Oh, oké. Kijk uit, hè. Oh. Zullen we gewoon verder weer stenen neerzetten? Zou dat werken, als we ze... Ja, I guess so. Zie je hem? Hij is hier, ja. Oh, fuck. Je ziet hem. Hij kan zo ver weg, kan hij slaan. Yep. Volgens mij kon ik hem nog niet eens raken. Nee. Is best wel nuts. Maar net kon je er wel eens raken zonder hem. Oké, mooi. Volgens mij hebben we ze allemaal. Ja. De kust is safe. Weet je zeker? Heb je er 3? Ja, ik heb ze allemaal. Ik heb ze allemaal. Oh, mooi. Oh, fuck. Oké, er ligt nog wel veel armor van jou. Dat ik even gewoon ga dumpen langzamerhand. Ik dump even al jouw shit waarvan ik denk van, nou, dat is niet van mij, dump ik hier. Goed? Ja. Je hebt ook een bloody bullet. Volgens mij is een deel van mijn inventory gekopieerd. Toen ik dood ben gegaan, want ik heb 2 bloody bullets. Dat kan echt ik had niet... er ook al 2. Ja, ik had er 1. Oké, ik had er 2. Dat was alleen de pickaxe gekopieerd. Zo, die... Misschien had die ook wel, ik weet niet. Die is van jou, je grote ninja star. Ik weet niet waarom. Yes. Oké, en hier ligt je broek nog om de hoek. Had jij toortjes? Ik had toortjes, ja. Oké, die zie ik niet. Die heb ik niet in mijn inventory. Ligt die misschien nog boven? Nee, denk ik niet. Was hier bovenop, was ik dood gegaan. Oké. Ja. Heb jij toortjes? Nee. We kunnen wel iets doen. Nu zie ik helemaal niks. Oké. Gewoon hier een plaats voor nu. Wow. Fuck. Met some decent loot. En wat zit hier dan in? Alleen maar gold. Gold! Ze hebben hier echt een goed stuk armor. Wat
Maar het is... Het is leather. Mysterious leather jacket. Zal ik het even aanproberen? Een mysterious saber en een mysterious shovel. Die met Ender Pulse 3, wat de... De achievements kan ik niet lezen, anders staat in Pirate Talk voor een of andere reden. We zitten in een piratendorp, is dat aangepast en ik kan niet echt pirate. Oh, ik zie er echt uit als een assassin. Dan heb ik nog een Manifee. Ik lijk nu echt op een bandit. Hoeveel damage doet dit? Wil je het uitproberen? Nee, eigenlijk. Ik heb een shot. Oké, doe maar. Oké, dus fire doet het. Het deed 2,5 hartje. Ah, dat valt er mee. Er zit ook looting op, dus je kunt er wel veel... Nice. Mysterious shovel? Vraagteken. Met enderpearls zat erop, toch? Ja, dat is heel apart. Ja, bij mij heet het... Enderpearls. Oh, ben je nou al het gold aan het jatten? Ja. Het zijn gold blocks, Tim. It's me loot. We kunnen nu zo'n super wand kopen uit... Uit het dorp, ja. Uit het dorp, van die magier. Yep. Ik weet niet, we moeten wel even uitkijken in het dorp. Ik weet niet of de maffia mijn Cargamel roes heeft... Als je die mysterious armor aan hebt. Vallen we juist meer op, voor mijn gevoel. Pak jij het gold uit deze chest? Je ziet er echt super mysterieus uit, dus... Als het goed is, heb jij ook nog steeds al mijn gold, dus... Wat is ook alweer, hoe pak je alles van hetzelfde item uit een chest? Dat was een beetje shift-clicky. Zoals, laat maar zeggen, klik-klik-klik-klik met één item op alles. Of gewoon dubbel-klik met één item en nu heb je ze allemaal. Oké. Ja. Dat werkt ook. Er ligt nog wat gold in deze soort chest, als jij die kunt pakken. Want ik heb geen ruimte meer in mijn inventory. Yo. Dan heb je zwaard van de maker. Een hele hoop van mijn stuff, als je geen ruimte meer hebt. Nou, dat is zo'n beetje hoor. Het zwaard van de maker. Steak heb ik niet. Wat? Ik heb geen steak. Ik heb niks van je meer. Nee, ik heb echt niks meer. Dat is het. Nice. Dus, wat waren we hier eigenlijk aan het doen? We hebben loot gehaald, maar volgens mij was dat niet de reden waarom we hier waren. Nou, in deze skull gewoon om loot te krijgen, ja. Ja. Check. Loot. Is de verborgen schat van welke piraat hier ook woonde. Mm-hmm. Dus loot check. En nu is de vraag... En die eerste gasten hadden dit dus niet gevonden. Maar waar gaan we nu naartoe? We hebben volgens mij het hele dorpje bekeken. We hebben de Kraken verslagen. We hebben Magikarp Visser ontmoet. Nou, we moesten meer informatie krijgen over... Hoe heet het? De Cassidy Souls. Ja, dat hebben we. Dat hebben we. We weten dat Bruce Wizard... Het gedaan heeft waarschijnlijk. Nou, misschien. Nou, een mysterieuze wizard. Even kijken, ik had er een papiertje over. Een magier in een zwarte cape. Die in High Pass woont. Die levert de Ghastly Souls aan dit dorpje. Aan de Zwarte Markt. Dan kunnen we dus High Pass even moeten we ingaan. Dus we moeten misschien terug naar High Pass. Om naar Bruce Wizard te gaan. Want hij... Hij heeft die descriptie. Ja. Bruce Wizard staat op zijn verdachte lijstje nu. Wat we ook kunnen doen... Is naar... kijken of we een boot kunnen krijgen. Een boot? Naar... Nou, ik weet niet waar die tuin is. Die Golden Apple tuin. Ik kan even met die groene bootman praten. Die man op de groene boot heb ik nooit mee gepraat. Die heb ik gewoon ontweken. Of we kunnen degene waarmee we de Kraken hebben verslagen, kunnen we een boot regelen. We moeten de gouden appels natuurlijk halen, nog. Ja. Nee, we moeten de gouden appels moeten we niet halen, maar heilige toewijding, of hoe die gast ook heet, die andere... Oh ja, daar staat er iemand. Die brief die Vanessa had... Kom je ook naar mij? Wat? Hier, deze gozer wil gewoon praten, die kontweek. Hij heeft gewoon dialoog. Oh. Hij is een coole guy. Wow. Sorry, John. John de Rackham. Maar landrot, en wat doen jullie hier op mijn schuit? Wij zoeken een boot die ons naar het eiland van Hesperide kan brengen. Wow. Ja, dat inderdaad. Dat zoeken we.
Twist Eiland. Ik kom er net vandaan. Iemand anders had ook al het idee om er naartoe te gaan. Vreemde gast wat dan. Zouden we iets vragen voor die persoon? Waarschijnlijk is het een soort van bro-code of werkers-employee-code dat hij niks mag vertellen, maar we kunnen het altijd proberen. Het was een vreemde man. Hij stelde zich voor als Thomas en noemde zich aan het einde Raichu. Verder wel een chille gast op zich. Oké. Okay. Dank u wel voor de informatie. Wij komen later nog wel een keer langs. Oké. Maar wij zouden graag met u meereizen. Zullen we dat doen? Ik zeg... Gouden appels. Ja, ik zit een beetje te denken wat het handigste is om eerst te doen. Dus we kunnen of eerst terug naar Bruce Wizard over de Ghastly Souls. Als we denken dat daar... We kunnen eerst terug naar High Pass. Dat kan. Ik ga niet weer in die metro als ik op een boot kan zitten op weg naar een gouden appel eiland. Maar, wacht. gouden nu appels. Nu hebben we het geluk om een boot te krijgen naar het gouden appel eiland. Gouden appels? Ja, ga verder met je argument. Ik ga gewoon continu eraan herinneren dat we het over gouden appels hebben. Maar, die metro kunnen we gewoon heen en weer zippen. Zonder gouden appels. Zonder gouden appels, maar die kunnen we gewoon heen en weer. Misschien kunnen we van dat eiland, zijn we daar super lang bezig. Kun je nog herinneren hoe lang we in de metro zaten? Heel lang. Dus zippen heen en weer, in plaats van... Ja, maar je hoeft het is tenminste geen schipreis. Hoe lang is die reis, John Dee? Hij weet het niet. Het is waarschijnlijk heel ver weg. Het is een gouden appeltuin en we zijn nu in de subtropen. Maar ik wil niet terug naar Bruce Willers. Ik wil naar gouden appels. Maar wat als hij? Oké, goed. Dus wat kunnen we van Bruce Wizard kunnen we te weten krijgen? Want iemand van de Zwarte Markt heeft gezegd dat iemand in een zwarte rook die Ghastly Souls... Ik weet niet eens of ik deze Ghastly Souls trein goed vind, want het enige wat we weten, wat die Ghastly Souls aan die moord linkt, is dat ze gevonden zijn bij de moordplek. Mm-hmm. Betekent niet dat ze van de moordenaar waren. Pak ondertussen het stuur vast, want volgens mij gaan we gouden appels halen. Want weet je? Strak aan de zeilen, John Dee, let's go to Gouden Appel Eiland. Ik zit vast in het stuur, help. Oké, I'm out. Ik denk niet dat je dit van mij gaat winnen, sorry. Het is jou tegen het mijne. En als nee, ik ben niet tegen het gouden appel gaan. Mm-hmm, mm-hmm. Ik probeer alleen te bedenken wat het slimste is om te doen. Nou kijk, we hadden ondertussen al alle gouden appels in de hele wereld kunnen hebben. En dan zaten we nu op de trein richting Bruce Willers. Nee, dat denk ik niet. Jawel, misschien wel, dat weet je nooit. Wat als we op het Gouden Appel-eiland, of wat het ook een eiland is, heilige toewijding tegenkomen en dat hij iets heel nieuws voor ons heeft? Dan moeten we even heen en weer. Nee, dat kan dus niet. Hoezo kan dat niet? Hij kan ons toch terugbrengen? We hebben al het goud van de wereld. En dan moeten we dat van hem helemaal gaan uitstellen, omdat we schipper iets moeten afmaken. John, kun je alsjeblieft op mij wachten, mijn vervelende meloen? Ken je de titel van deze meloen? Weet je wat de titel is van deze meloen? Weet jij je eigen titel nog? Oordelende meloen. Oordelende meloen hier. Die wil stomme... Kom, we gaan naar Bruce Willers. Nee, maar... We gaan naar Bruce Willers! Oké. Of Bruce Willems, of Bruce... Bruce Wizard. Wizard, ja, whatever. Flippendammit. Ik kan er niet opkomen. Vanuit het land. Vervelend is, je hebt gewoon gelijk. I know. It's annoying. Ik wil naar gouden appels. Zo. Ik eigenlijk ook. Fucking nee, bullshit. Gaan we met de trein weer terug. Met Bruce Willers praten. Bruce Wizard. In plaats van gouden appels. Bruce Wizard. We hadden gouden appels kunnen hebben, hè? Nu. Bruce Wizard. Bruce Wizard die had... Zo, oké. Gaan we lopen? We kunnen waarschijnlijk bij de kiosk wel... Minecraft scope. Ik weet het. Maar Tim, dit is echt het slimste om te doen. Maar gouden appels. Ik weet het. We komen er. Lijkt al vanaf het begin. Was er verhalen over gouden appels. En nu
Nu zijn we zo dichtbij en dan gaan we terug naar een stomme oude magier met zijn stomme zwarte cape. Om een drugskartel uit te schakelen. Het is niet om een drugskartel uit te schakelen. Het is om erachter te komen met welke personen Perry in contact was. Ja, het is ook logisch. Zodat we weten wie hem vermoord zou kunnen hebben. Let's go. Back to the future. Waar staat zijn geluid? I wanna rock and roll all night. Shut up. Waar staat de muziek? I wanna rock and roll all night.